Echo's van verloren tijd. Door Israel A. Poosner. Hoofdstuk 1. Het geheim van de oude stad. Johannes, een jonge historicus met een diepe fascinatie voor de Nederlandse gouden eeuw, dolde door de archieven van een oude Nederlandse stad. Stofdeeltjes dansten in de lucht, verlicht door de schaarse zonnestralen die door de hoge ramen glipten. In de stille archieven van een oude Nederlandse stad, waar geschiedenis fluistert in elke hoek, zocht Johannes, een jonge historicus, naar vergeten verhalen. Zijn passie voor de Nederlandse Gouden Eeuw dreef hem. Hij droomde van ontdekkingen die de geschiedenis zouden herschrijven, mysteries die wachten op ontrafeling. Johannes, geboren en getogen in een klein dorpje, had altijd een diepe fascinatie voor het verleden. Als kind verzamelde hij oude munten, las hij over beroemde zeevaarders en tekende hij kaarten van verre landen. Zijn vader, een lokale bibliothecaris, voedde zijn nieuwsgierigheid met verhalen over de Gouden Eeuw, een tijdperk van rijkdom, kunst en ontdekking voor Nederland. Na zijn studie geschiedenis specialiseerde Johannes zich in dit tijdperk. Hij was gefascineerd door de complexiteit en de dualiteit ervan: enerzijds een bloeiperiode van kunst en cultuur, anderzijds een tijd van koloniale expansie en conflicten. Zijn onderzoek bracht hem naar de oude archieven van een historische stad, waar hij hoopte nieuwe inzichten te vinden. De archieven boden een schat aan informatie. Stoffige boeken, eeuwenoude kaarten en vergeelde documenten vormden een labyrinth van kennis. Johannes besteedde uren aan het doorzoeken van de collectie, gedreven door de hoop iets nieuws te vinden. Zijn doorbraak kwam op een regenachtige middag. Tussen oude manuscripten vond hij een verweerd dagboek. Het lederen omslag was gebarsten, de pagina's broos. Dit was geen gewoon dagboek. Het behoorde toe aan een koopman uit de 17e eeuw, een man die had gereisd, gehandeld, en geleefd in het hart van de gouden eeuw. Het dagboek was een venster naar het verleden. Elke pagina bracht Johannes dichter bij de wereld van de koopman. Hij las over handelsreizen naar Oost-Indië, ontmoetingen met exotische culturen en de dagelijkse realiteit van het leven in deze turbulente periode. Maar het dagboek onthulde meer. Verborgen tussen alledaagse aantekeningen waren aanwijzingen naar een onbekende schat. Niet van goud of zilver, maar van kennis. De koopman had gesproken over een verzameling verloren documenten, verborgen ergens in de stad. Gedreven door deze ontdekking, begon Johannes aan een zoektocht. Hij bezocht oude herenhuizen, doorzocht verlaten kelders en verkende vergeten delen van de stad. Elke stap bracht hem dichter bij de verborgen schat. De zoektocht was niet zonder uitdagingen. Johannes moest oude kaarten decoderen, raadsels oplossen en historische puzzels samenstellen. Hij stond voor gesloten deuren, stuitte op onwelwillende archivarissen en worstelde met de beperkingen van zijn eigen kennis. Maar zijn vastberadenheid wankelde niet. Nacht na nacht, verlicht door het schijnsel van een oude bureaulamp, werkte hij aan de ontcijfering van het mysterie. Zijn appartement veranderde in een commandocentrum, bedekt met kaarten, aantekeningen en foto's. De climax van zijn zoektocht bracht hem naar de oude bibliotheek van de stad. In de schaduwrijke gangen, onder de wakende ogen van eeuwenoude portretten, vond hij de schat. Een verborgen compartiment in een oude boekenkast onthulde een verzameling documenten. Deze documenten, verloren gewaand in de tijd, wierpen een nieuw licht op de geschiedenis van de Gouden Eeuw. Ze spraken over vergeten helden, onbekende gebeurtenissen en verborgen aspecten van het dagelijks leven. Johannes ontdekking was niet alleen een triomf voor hemzelf, maar ook voor de geschiedenis. Hij had nieuwe pagina's toegevoegd aan het verhaal van de Gouden Eeuw, een tijdperk dat Nederland had gevormd. Zijn werk bracht hem erkenning en respect in de academische wereld. Maar voor Johannes was de grootste beloning de reis zelf: de zoektocht had hem niet alleen dichter bij de geschiedenis gebracht, maar ook bij zichzelf. In de echo's van de verloren tijd had hij zijn eigen pad gevonden. Zijn ogen vielen op een versleten lederen rug, half verborgen tussen vergeelde manuscripten en vergeetachtige chronieken. Met trillende vingers trok hij het dagboek uit zijn eeuwige rustplaats. De eerste pagina's kraakten onder zijn aanraking. Het handschrift, krullerig en ongelijk, sprak van een tijd waarin elke letter zorgvuldig op papier werd gezet. De woorden wekte verhalen tot leven over verborgen schatten, onopgeloste mysteries en duistere geheimen diep geworteld in de stadsverleden. Johannes hart bonkte in zijn borstkast terwijl hij pagina na pagina omsloeg. Het dagboek behoorde toe aan een onbekende meester uit de 17e eeuw, wiens leven verstrengeld was met de rijkdom en intriges van de Gouden Eeuw. De auteur schreef over een verborgen schat, niet in goud of juwelen, maar in kennis en vergeten geschiedenis. De volgende dagen waren een wervelwind van onderzoek en speurtochten door de oude stad. Elke locatie beschreven in het dagboek leidde Johannes naar een nieuwe ontdekking: een verborgen kamer onder een verlaten herenhuis, een vergeten crypte onder de oude kerk, de ruïnes van een verbrand archief. In elk van deze plaatsen vond hij framgenten van een verloren verhaal, brieven, artefacten en oude kaarten die de stad in een ander licht lieten zien. Elk stukje van de puzzel bracht hem dichter bij de waarheid die in het dagboek was verborgen. De climax van zijn zoektocht bracht hem naar de kelders van het stadhuis, waar achter een valse muur een kamer verborgen lag. Binnenin stond een grote kist, bedekt met stof en spinnenwebben. Met trillende handen opende hij de kist. Binnenin vond hij geen goud, geen juwelen, maar een verzameling van verloren gegaan documenten, kaarten van onbekende werelden, brieven van historische figuren en manuscripten van vergeten boeken. De echte schat was kennis, lang verborgen voor de wereld, nu teruggebracht in het licht. Terwijl Johannes door de documenten bladerde, besefte hij de ware waarde van zijn ontdekking. Hij had niet alleen een vergeten deel van de stadsgeschiedenis onthuld, maar hij had ook een stukje van zichzelf gevonden in de echo's van deze verloren tijd. Samenvatting. In dit hoofdstuk volgen we de hoofdpersoon, Johannes, een jonge historicus, die een mysterieus dagboek ontdekt in de oude archieven van een Nederlandse stad. Het dagboek onthult verhalen over verborgen schatten en niet opgeloste mysteries uit de Gouden Eeuw. Hoofdstuk 2: Schaduwen van het Verleden. Johannes, een toegewijde historicus, stond in de archieven van een oude Nederlandse stad. Hij hield een verweerd dagboek vast, vol aanwijzingen over verborgen locaties en verloren verhalen uit de Gouden Eeuw. Zijn ogen glinsterden van opwinding en vastberadenheid. Elke pagina van het dagboek onthulde een stukje van de stadsverleden. Johannes had de taak op zich genomen deze raadsels te ontrafelen. Zijn zoektocht begon in de schaduwen van de oude bibliotheek. Daar, tussen stoffige boekenrekken en vergeten manuscripten, vond hij de eerste aanwijzing. Een cryptische verwijzing leidde hem naar een verlaten pakhuis aan de rand van de stad. Het gebouw, gehuld in stilte en geheimen, leek uit een ander tijdperk te komen. Johannes stapte voorzichtig binnen. Zijn zaklamp sneed door het duister, onthullend verweerde houten kratten en oude kaarten. Op een stoffige kist vond hij een inscriptie die overeenkwam met de beschrijving in het dagboek. In het pakhuis kwam hij mevrouw van Houten tegen, een oude dame met kennis over de stadsgeschiedenis. Ze vertelde over haar jeugd, hoe de straten en gebouwen waren veranderd, maar sommige geheimen nooit verdwenen. Ze wees Johannes op een verborgen luik onder een krakende vloerplank. Daar vond hij een oude kaart van de stad met markeringen die niet op moderne kaarten stonden. Zijn volgende stop was een historisch café in het centrum van de stad. Daar ontmoette hij Pieter, een voormalige zeeman met verhalen over de zee en verre landen. Pieter had in zijn jeugd oude zeemansverhalen gehoord, verhalen die locaties onthulden die Johannes op de kaart had gemarkeerd. Elke ontmoeting, elk gesprek, voegde een stukje toe aan het raadsel. Johannes bracht nachten door, kaarten bestuderend en aantekeningen makend. Hij bezocht de locaties, één voor één. Een verborgen kamer in een oude kerk, een vergeten graf in een verwaarloosde begraafplaats, een verzegelde kist in de kelder van een vervallen herenhuis. Hij vond voorwerpen, brieven en artefacten. Elk voorwerp vertelde een verhaal, een stukje van de stadsgeschiedenis. Johannes documenteerde alles, zich bewust van het belang van zijn ontdekkingen. Zijn appartement werd een museum van het verleden, muren bedekt met kaarten en planken vol met historische schatten. Maar de ware ontdekking lag nog voor hem. De laatste aanwijzing uit het dagboek leidde hem naar de oude haven. Daar, verborgen onder een vervallen opslagloods, vond hij de ingang naar een ondergrondse kamer. De kamer, verlicht door kaarslicht, onthulde een adembenemende collectie van historische documenten. Kunstwerken en antieke voorwerpen. Johannes stond versteld. Dit was de verborgen schat waar het dagboek naar verwees. Niet in goud of juwelen, maar in kennis en erfgoed. De collectie vertelde het verhaal van de stad, haar mensen en hun rol in de Gouden Eeuw. Hij bracht dagen door in de kamer, elk voorwerp en document bestuderend. Hij realiseerde zich dat deze ontdekking niet alleen waardevol was voor hem, maar voor de hele wereld. Het was een venster naar een tijdperk dat lang vergeten was. Johannes nam de taak op zich om deze schatten te delen. Hij werkte samen met musea en historici, organiseerde tentoonstellingen en schreef artikelen. Zijn ontdekking bracht nieuw licht op de geschiedenis van de stad en de Gouden Eeuw. Zijn reis was meer dan een zoektocht naar het verleden. Het was een reis van zelfontdekking, van connectie met de geschiedenis en de mensen die deze vormden. Johannes, ooit een eenzame historicus. Had nu een levenslange band met de stad en haar verhalen. Zijn avontuur eindigde waar het begon, in de archieven. Daar zat hij, omringd door boeken en papieren, een tevreden glimlach op zijn gezicht. Hij had de echo's van een verloren tijd niet alleen gehoord, maar ook beantwoord. Samenvatting. Johannes ontcijfert de aanwijzingen in het dagboek, wat hem leidt naar verborgen locaties in de stad. Hij ontmoet onderweg verschillende kleurrijke figuren, die elk hun eigen verhalen en connecties met het verleden hebben. Hoofdstuk 3 Het ontwaken van de geschiedenis In de archieven van een oude Nederlandse stad dolde Johannes, een jonge historicus, met een onverzadigbare honger naar kennis over de Gouden Eeuw. Zijn zoektocht had hem hierheen geleid, tussen de stoffige rekken en vergeelde documenten, op zoek naar iets dat de geschiedenis kon veranderen. Johannes was opgegroeid in een familie waar verhalen over het verleden als kostbare schatten werden behandeld. Zijn vader, een amateur historicus, had hem de liefde voor geschiedenis bijgebracht. Die liefde had hem naar deze stad gebracht, waar elke steen en elk gebouw een verhaal te vertellen had uit een tijdperk dat de wereld had veranderd. Op een dag, terwijl hij door een vergeten hoekje van het archief zocht, stuitte hij op een oude, verwaarloosde kist. De kist was bedekt met een dikke laag stof, alsof het decennia lang niet was aangeraakt. Zijn handen beefden van opwinding toen hij de kist opende. Binnenin vond hij een verzameling documenten, kaarten en brieven die duidelijk van grote historische waarde waren. De documenten onthulden verhalen over verborgen schatten, geheime genootschappen en onbekende waarheden over de gouden eeuw. Maar onder deze documenten bevond zich ook een persoonlijk dagboek. Het was van een onbekende schrijver, iemand die leefde in de schaduw van de grote historische figuren van zijn tijd. Het dagboek vertelde een verhaal dat niet in de geschiedenisboeken stond. Johannes spendeerde dagen en nachten aan het bestuderen van de documenten. Hij ontdekte verwijzingen naar een verborgen schat, niet in de vorm van goud of juwelen, maar iets veel waardevollers, kennis die verloren was gegaan in de tijd. De aanwijzingen in de documenten leidden hem door de hele stad. Hij bezocht oude kerken, vervallen herenhuizen en verlaten kelders, elk met hun eigen geheimen die wachten om ontdekt te worden. Elke locatie bracht hem een stap dichter bij de waarheid. Zijn zoektocht was niet zonder gevaar. Hij moest navigeren door donkere gangen, instortende kelders en raadselachtige labyrinten. Maar zijn vastberadenheid wankelde nooit. Hij wist dat wat hij zocht de moeite waard was. Uiteindelijk leidden de aanwijzingen hem naar de kelder van een oud herenhuis, lang verlaten en vergeten door de tijd. In een verborgen kamer achter een valse muur vond hij het. Een kist groter dan de eerste, gevuld met documenten, artefacten en oude boeken. De inhoud van de kist was een openbaring. Het waren niet alleen oude documenten, maar ook brieven en persoonlijke aantekeningen van enkele van de meest prominente figuren van de Gouden Eeuw. Deze documenten onthulden een ander perspectief op de geschiedenis, een perspectief dat tot nu toe onbekend was gebleven. Maar de grootste ontdekking voor Johannes was persoonlijker. In de kist vond hij een familiewapen dat identiek was aan het wapen dat zijn grootvader hem had laten zien. Het bleek dat zijn eigen familie een belangrijke rol had gespeeld in deze periode, een feit dat verloren was gegaan in de annalen van de tijd. De ontdekking veranderde niet alleen de manier waarop hij de geschiedenis zag, maar ook hoe hij zijn eigen plek daarin zag. Hij voelde een verbinding met het verleden die hij nooit eerder had ervaren. Zijn familiegeschiedenis was verweven met de verhalen die hij altijd had bestudeerd. Johannes bracht de volgende maanden door met het catalogiseren en bestuderen van de documenten. Hij publiceerde zijn bevindingen, wat leidde tot een herziening van enkele gevestigde ideeën over de Gouden Eeuw. Hij werd erkend als een van de vooraanstaande experts op dit gebied. Maar meer dan de academische erkenning was het de persoonlijke reis die Johannes het meest waardeerde. De zoektocht had hem niet alleen naar fysieke plaatsen gebracht, maar ook op een reis door de tijd naar een verbinding met zijn voorouders die hij nooit had gekend. Zijn ontdekkingen hadden de lokale geschiedenis verrijkt, maar hadden ook zijn eigen leven een nieuwe betekenis gegeven. In de echo's van verloren tijd had hij niet alleen materiële schatten gevonden, maar ook onbetaalbare historische kennis en een dieper begrip van zijn eigen erfgoed. Samenvatting Het slotstuk brengt Johannes naar een onverwachte ontdekking die niet alleen de lokale geschiedenis, maar ook zijn eigen leven verandert. Hij vindt niet alleen materiële schatten, maar ook onbetaalbare historische kennis.